Weet je wat ik wel opvallend vind? Jij doet het al 17 jaar. Kijk, en dat je het, als je wat ouder bent, dat je doet zoals jij nu. Dat snappen denk ik allemaal. Maar dat je als kind al eigenlijk überhaupt je probeert te verplaatsen in anderen. Waarom was dat? Nou, dat is natuurlijk niet. Het was op dat moment dacht ik er natuurlijk heel anders over dan nu. Laten we eerlijk zijn. Ik was dan met mijn ouders en ik was toen 13. En er werd me al wel heel snel duidelijk dat die kinderen daar. Kijk, ze zijn natuurlijk, want voor zover ze gelukkig zijn daar. Iedereen heeft het naar zijn zin en wordt natuurlijk liefdevol opgevangen. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. En al die kindjes hebben geen ouders. Of ze zijn te vondeling gelegd, of ze zijn door oorlog daar terechtgekomen, of vanwege de armoede. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende redenen waarom die kinderen daar zijn. En ja, mijn ouders zeiden toen al van Jan, zo kan het ook. En dus eigenlijk ben ik op mijn 13e ben ik daar ingerold als junior ambassadeur. En gaandeweg je dan ouder wordt, en zeker als je zelf kinderen krijgt, dan wordt het natuurlijk heel erg. Komt het heel dichtbij. Wat verwacht je ervan? Dan zeg je ja en je zegt je bent geen wereldverbeteraar, maar je gaat wel op zoek naar plekken waar mensen het minder hebben dan jij hier of in Zweden. Wat verwacht je? Jan had me natuurlijk al een beetje voorbereid, want we zaten samen in het vliegtuig daar naartoe en die heeft al een en ander verteld wat je kan verwachten. En we hebben 3 projecten bezocht, waaronder zo'n SOS Kinderdorp in Skopje. En wat je daar ziet is inderdaad wat Jan al zegt. Je ziet vrolijke, gelukkige, gezonde kinderen, omdat die daar liefdevol worden opgevangen. Dus er wordt muziek gemaakt, er wordt gespeeld. Je voelt dat het helemaal goed zit daar. Maar ik ben ook in een vluchtelingenkamp geweest. Wat eigenlijk niet echt een vluchtelingenkamp was, maar meer een transit center, waar vluchtelingen maar tijdelijk mogen blijven. Nou, dat heeft op een andere manier heel veel indruk gemaakt, omdat het gewoon afschuwelijk was om te zien wat daar gebeurt en hoe mensen daar zitten. En wat SOS Kinderdorpen daar doet, is bijvoorbeeld een child-friendly space creëren. Het is gewoon een gebouw, eigenlijk een soort kinderopvang, waar kinderen iedere dag kunnen spelen en even zich kunnen onttrekken uit de uitzichtloosheid van zo'n kamp.